slapende Ivy. Even behind the scenes. Kijk, heb je de microfoontjes nog? Ze heeft het goed gedaan. Morgen mag ze weer naar Blondie. Dus dan mag je samen in de trailer. Dan hoef je niet helemaal mee eentje. Dat is misschien wel heel erg fijn. Morgen moet ik wel gewoon weer naar school toe. Want ik kan niet iedere dag ziek zijn. Nee, we hebben vrij gekregen. Dus ja, daar zijn we weer blij mee. Het is zelf lekker zo allemaal aan het rekken en aan het strekken en aan het doen. En dat is waar je basistraining over gaat. Even kijken. We gaan springen. Ik weet niet of we gaan springen of crossen. Want er staat geen parcours. Dus we moeten even kijken. We moeten er over 10 minuten op zetten. Springlesje gehad. Was wel weer een keer geinig om te doen. Ik vond het ook wel grappig dat Blondie het op 4 cavalettis of 3 cavalettis achter elkaar makkelijker deed dan op eentje. Geen idee hoe dat kan. Ja, misschien omdat ze dan soort meer gefocust is en geen idee. Dat voltetje met de cavalettis was ook wel te doen. Ik vond het wel lastig. Want ik had het natuurlijk ook al een keer eerder gedaan met sprongetjes. Maar het is toch een soort, ja, lastig. En we merken nu dat ze, als ik rechts aan het springen ben, dat ze dan echt een soort heel sterk wordt. En dat ik dan stelling moet aannemen en ook nog binnenbenen aan moet houden, omdat ze anders een soort wegschiet. Maar dus deze week, als er weer parcours staat, ga ik weer springen. Dan volgende week heb ik jumping. Ik vind het best wel spannend, maar ik heb er vertrouwen in. Mama, heb jij er vertrouwen in? Ik heb geen mening. Mama heeft geen mening, mama heeft er geen vertrouwen in. Nee, dat is niet waar. Mama vindt het eng. Dat is beter hoor. Ik denk dat mama een hartaanval krijgt als ik over de eerste hindernis heen ga. Zoiets. Als ik dan over de laatste ben, dan staat ze een soort... Oh, mijn hart gaat op 200. Er staan nu allemaal gekke sprongetjes. Nou ja, die kan ik ook gewoon in mijn dressuurrijder erin meenemen. Want ik natuurlijk allemaal in springbody wordt springen. Dat heb ik niet gezien. Wij gaan nu lekker naar huis toe. De paardjes hebben nog even op de wei gestaan. Vandaag mochten ze 2 uurtjes in plaats van een uurtje. Dus, ze zat op 1,5 uur. Oh, ze hebben 2,5 uur op de wei gestaan? Nee, ze zat op 1,5 uur. Vandaag mochten ze nog 2 uur. Oh, ze zat op 1,5 uur en nu mogen ze nog 2 uur. Dus... opbouwen. Woep, woep. Daar zijn we wel blij mee. Moet wel oppassen dat Blondie niet te dik wordt. Ja, gewoon even kijken hoe het doen. Kunnen dan niet dat suiker... Psyllium zelf, dat wel, omdat ze nu natuurlijk ook aarde kunnen eten. Dus nee, dat is niet de bedoeling. Gastronomie is trouwens. Oh, goed. Moeten we even. Ja. Is er voor de rest nog iets op? Ja, dat moet soms even bijgevuld worden. Dinsdag vandaag en de paardjes gaan allebei op de aquatrainer. Blondie en Ivy. Dat is even laden, dus dat ging goed. Ik ben blij mee. En nu gaan we naar Marleen.
inmiddels terug van de aquatrainer, alweer een tijdje. Alleen, er kwamen allemaal dingen achter elkaar en ik moest trailer parkeren en bla 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 bla. Dus nu was weer afsluiting. Blondie en Ivy hebben het dus best, zwaar is niet het goede woord, maar ze hebben wat moeite ermee gehad omdat ze steeds elkaar hoorden, naar elkaar gingen hinniken. Dus te weinig me-time. En volgende keer neem ik gewoon één mee en dan blijft ze allemaal lekker thuis. En dan kunnen ze vanuit Den Hoorn naar Hazenswoude-dorp gaan hinniken, want dit was a little bit too much. Maar goed, Ivy is voor de tweede keer geweest en Blondie gewoon haar dingetje gedaan. En nu gaan ze lekker op de wei. Nou, nog op de wei. Blondie is nog in de molen geweest. Dus lekker rustig dagje vandaag. Ik denk wel dat ze heel moe zijn van de aquatrainer. Maar het is vandaag hartstikke goed gegaan, want we hadden natuurlijk de cavalettis. Ja, cavalettis hadden we geoefend in de volte en natuurlijk omdat soort zijstukje wat we ook in de springles hadden gedaan. Maar dan nu met alleen Blondie en ik zonder lesgever. Dus dat was wel weer even andere piece of cookie, maar het is gelukt. Dus daar zijn we blij mee. Ivy had ik gelogeerd en die ging echt helemaal dood van de spierpijn. Dus dat was wel weer grappig en schattig om te zien. Want die is natuurlijk twee keer naar de aquatraining geweest. En het was best wel heftig voor haar. Morgen weer een nieuwe dag. En nou ja, dan zien we wel wat we dan gaan doen. Een hele goede test morgens. Het is koud. Zou je denken, huh? Ja, dat denk ik ook. Jullie zijn met Ivy. Maar het is echt pittig koud. Het is 14 graden. Nou, op zich nog wel mee. Maar er was vandaag een stormachtig iets. En in Limburg-Brabant was ook kans op een tornado. Ik weet niet of dat is gekomen. Ik heb wel op TikTok dingen voorbij zien komen dat er soort kleine tornado's waren. Maar ja, ik had het vandaag ook op school. Ik hoorde dat. En we zagen die pieken op de buienradar. En dachten we moeten heel snel naar huis fietsen. Dus gelukkig hadden we het laatste uur uitval. Maar anders moesten we door de regen heen fietsen. Andere mensen moesten dat wel, wij niet. Nou ja, dan komen we toch niet meer uit Zeeuws. Maar gelukkig waren we precies voor de hele heftige regen waren we binnen. Dus dat was heel fijn. Mama die is ondertussen naar de aquatraining geweest. Samen met Ivy. Ik laat haar toch eventjes lopen. Want ze moest vandaag na een kwartiertje al stoppen omdat ze zoveel spierpijn had en ze wist niet meer waar ze de benen kwijt moest. Dat is natuurlijk voor de derde keer geweest deze week. Volgende week gaat ze één keer en de week daarna weer twee keer. Ja, je bent leuk. Dus ja. Ja. Dus even de spierpijn eruit lopen. Anders heeft ze heel veel spierpijn en vind ik zielig. Dus aankomend weekend is ze ook lekker vrij en dan is het vooral wat logeren, heel los. En nou ja, misschien wel een bijzetje, maar we moeten even kijken. Voor de rest, Blondie heeft gisteren vrij gehad, dus die ga ik vandaag even logeren aan bijzetjes. Even kijken hoe dat gaat. En dan heb ik morgen, gaan we eerst met alle parcours bouwen en dan ga ik even springen met Jeanette. Even springles. Moeten we even. Nou ja, ik wil er niet te veel te doen geven. Want ik wil volgende week ook nog één keer springles nemen. En dan heb ik daarna jumping. Vrijdag en zaterdag. Kom maar door. Ga voor. Dus daar wil ik me even goed op voorbereiden. En ik bereid me daar ook op voor, als ik dan ga rijden, dat ik dan cavalettis doe. Springen tussendoor, dat heb ik gisteren leren. Nou, leren is het voor mij.
Nou ja, en dat ik daar op de pamflet dus heel veel controle heb. Dat het tijdens zo'n parcours makkelijk gaat. Nou ja, dus er wordt zaterdag een heel parcours gebouwd. Dan kan ik ook allemaal helpen, dat vind ik heel erg. Dus dan ga ik nog even parcours springen. Dan heb ik van de week nog een keer een lesje. En dan daarna vrijdag start ik de jumping. Ik spring zo 3 keer in de week, dat is heel goed. Maar niet voor de dienst voor deze ene keer. Ik heb wel zo'n zin in jumping. Ik vind jumping, dat is echt altijd gewoon een soort vibe. Want vroeger ging ik dan natuurlijk altijd helpen en dan... Oh, wat het leukste was, ik ben 1 keer met jumping met de parkeerwacht geweest. Echt heel jumping lang. En stond ik alleen maar daar aan de zijkant. Ik vond dat zo leuk. Ik had daar in mijn hoofd echt een soort hele indeling. Want dan hadden we een grasveld, een bak, een stuk aan de zijkant en natuurlijk het voorterrein. Nou ja, en alle mensen die op stal stonden, die mochten op het voorterrein. Want daar waren dus zo min mogelijk mensen. En dan de trainers die mochten op het grasveld. En dan de wagentjes die mochten bij de zijkant, het zijterrein. En dan de normale auto's die mochten dan, oh ja, die mochten dan op het grasveld daarachter. Ja, want daar was ook nog een grasveld. En daar had je dan ook niks aan brug bouwen. Nou ja, was leuk. En ik vind het ook altijd zo gaaf om daar... Ik ga even voor een paar mensen hoor. Ik vind het zo gaaf om al die mensen super hoog te zien springen. Ja, toen vond ik 90 centimeter ook al hoog. En nu ga ik zelf op mijn 90 centimeter heen springen. Ja, ik vind het zo stom dat Blondie 1 centimeter te groot is. Want anders had ik gewoon 80 kunnen springen. Ik ga nu wel wisselen van arm. Want 90 is best wel hoog. Maar, we gonna do this. I have very much trust in it. Mama die is wel echt een soort dat ze spannend vindt. Ik vind het ook spannend. Dat is een ding dat zeker is. Wat niet te ontkennen is. Maar ik ga het toch doen. Ik ben ook blij dat ik het ga doen. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou ja, een Ivy moet ik... Nou, die ga ik gewoon wat rustig aandoen. Vrij weinig rijden, want ze heeft spierpijn. Nou ja, die loopt op zich wel netjes, netjes. Ja, Aapske. Ja. Nou, dat is heel mijn levensverhaal van 6 minuten. Ik mag mijn tong niet meer uitspreken, dat spijt me. Ik ga even met Ivy logeren. Daar ga ik jullie ook nog wat stukjes van laten filmen. Thank you.